Ja, Michel, ik kan er een clichévraag op losgooien, maar dit is gruwelijk zuur voor jullie. Hoe is het binnen nu? Ja, natuurlijk. Dus de jongens zijn teleurgesteld. Komen in de tweede helft goed terug. En ja, als je hem zo weggeeft, is het wel heel zuur, ja. Hoe is je doelman eronder? Ik begrijp dat hij niet met de media wil praten. Kan ik me iets bij voorstellen ook? Ja, die ziet stuk. Die weet ook wel dat dit natuurlijk een grote fout is waardoor we de wedstrijd niet winnen. En, ja, dat zijn menselijke fouten, maar ja, het gebeurt en bij hem is het meestal een goal. En wat nou helemaal jammer is, of het drie keer zo jammer maakt, hij keept voor de rest een goede wedstrijd. Haalt een aantal ballen eruit waardoor je in de wedstrijd blijft. Ja, maar iedereen gaat naar huis met dat idee nu. Hè. Kost ons een goal, kost ons de overwinning, maar vergeten misschien dat hij in de eerste helft twee, drie fantastische reddingen pakt. En voor de rest prima keept, rustig aan de bal. Daarom is het zo zonde voor hem, want hij had wel ook een overwinning mee kunnen pikken. Het is, los van zijn situatie, ook heel erg zonde voor jullie. Want drie punten hier of één punt, dat maakt nogal een verschil. Ja, zeker. Zeker. Je had wat dichterbij kunnen komen en je wat dichter in de top 5 kunnen plaatsen. Ja, je doet nou in de periode even een stapje terug. Maar goed, we zijn nog niet kansloos, maar ja, het wordt wel moeilijker. Eindhoven wordt opeens een must, daar komt ook weer meer druk op te liggen. Sorry, Emmen wordt opeens een must, daar komt ook meer druk op te liggen. Ja, maar Emmen die wil je sowieso ook winnen. Dus elke wedstrijd willen we winnen. En we hebben de tweede helft dat laten zien en ook voor gestreden. Ja, zuur dat we het niet halen. Maar ook tegen Emmen moeten we dat weer kunnen brengen. En dan misschien wat eerder, want ik vond dat we de eerste helft daarin wat matig speelden. Totaal niet de tegenstander het moeilijk konden maken en eigenlijk achter de feiten aanliepen. Lukt het jou om toch de positieve dingen die er vanavond ook zijn geweest, die we ook hebben kunnen zien, om die toch mee te nemen? Om dan alles te filteren en dat bij die spelersgroep weer in te brengen? Ja, tuurlijk. We zullen dat morgen bespreken. Ik vond dat we de tweede helft meer strijd leverden, de tegenstander meer onder druk zetten. Maar we schieten twee goals binnen. We geven weinig weg de tweede helft. Want hun hebben in de tweede helft één of twee kansjes gehad, meer niet. En ook niet dreigden te scoren. Dus dat was prima. Wel een verschil tussen de eerste en tweede helft gezien? Ja, dat zei ik net. Jeremy Bokila maakt nu twee. Het zijn echte spitsengoals, moet je bijna zeggen. Is dat ook wat jij van hem verlangt? Omdat er ook wel wat kritiek op hem begint te komen. Jeremy heeft vandaag heel hard gewerkt. Is een aanspeelpunt. En in de 16 moet hij dit soort goals maken. Nou, dat heeft hij in het verleden misschien minder gedaan. Maar hij begint nu te scoren. Dus. Is het moeilijk om weer lachende gezichten te krijgen? Want dat is misschien een van jouw taken de komende dagen. Oh ja, we mogen best tevreden zijn over een punt tegen Eindhoven. Want Eindhoven heeft nog maar één keer verloren en voor de rest weinig puntverlies geleden. Dus wat dat betreft moet je ook tevreden zijn.